In deze video gaan we kijken naar de bruto wins die ik verwacht te maken de komende tijd. En zoals je misschien hebt kunnen zien, is dat 98%. En normaal gesproken zou ik ongeveer de tweede video van de maand mijn passieve inkomen van de afgelopen maand bespreken. Maar dat is in deze video dus iets anders. Dat komt omdat, hoewel afgelopen maand best wel een goede maand was, het niet heel veel anders is dan de andere maanden. Een van de veranderingen was dat ik afgelopen maand sinds de derde week van november weer ben goedgekeurd. als affiliate partner van de Giro. En dat ik op die manier, onder andere dus door de Giro erbij te nemen. afgelopen maand iets boven de 5000 euro passief inkomen heb gehad. Maar ik dacht, aangezien het de laatste maand van het jaar is. laten we dan een keer iets anders doen. Een beetje een terugblik doen. En misschien ook wel de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. En vandaar dat ik juist wil gaan richten op de bruto marge. De weg die ik er naartoe heb gelopen eigenlijk. De afgelopen jaren zelfs. En dus de bruto marge die ik de komende maanden misschien wel verwacht. En dan wil ik gaan letten op drie punten. Ten eerste natuurlijk hoe ik aan die 98% bruto marge kom. Ten tweede aan hoe dat eerder was toen ik nog een eigen winkel had. Hoe waren toen de bruto marges. En als laatste punt hoe ik naar dit punt heb toegewerkt. Dus het is niet zomaar in één keer aankomen waar je. Het is eigenlijk al een proces wat al meer dan twee jaar bezig is. Nou, even kort samengevat in dat punt zal ik. Alle stappen doornemen of welke verandering je hebt meegemaakt om tot dit punt te komen. Al die informatie over dit soort dingen en dus antwoord op deze vragen ga ik behandelen in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een Passief Inkomen.nl. Vind je dit nou een leuke en interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dat is niet alleen leuk voor mij, maar het is ook zeker goed voor YouTube. De video wordt goed bekeken op die manier en meer mensen krijgen hem te zien vanuit YouTube. Dus meer mensen kunnen er iets van leren en misschien wel gemotiveerd raken om ook stappen te gaan ondernemen om dit soort bruto marges te behalen. En ben je nog geen lid van het kanaal, klik hieronder dan op abonneren. Ik maak twee video's in de week over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus op die manier blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Maar laten we de video dan toch maar kort even beginnen met de opbouw van mijn passief inkomen van afgelopen maand. Dat we een beetje een idee hebben waar komt mijn omzet of mijn inkomen op deze manier nou eigenlijk vandaan. Je zit deze video op YouTube te bekijken en het idee was dat YouTube mijn grootste inkomstenbron zou worden. Afgelopen maand was dat 470 euro en dat is best wel een grote verbetering ten opzichte van de maand daarvoor toen ik nog 300 euro verdiende aan YouTube. En hoewel ik dus eigenlijk voor ogen had dat YouTube zoals gezegd mijn grootste inkomstenbron zou worden, is er in één keer sinds de laatste maanden een veel grotere bron en dat is affiliate marketing. En die inkomsten komen dan uit links die ik onder deze video plaats, maar ook links op mijn blog, website. Naar verschillende aanbieders, verschillende brokers, zoals misschien Bing Forward, de Giro, Als ik klanten aan weet te brengen, krijg ik daar een vergoeding voor. En daar kwam de afgelopen maand dus ongeveer 4800 euro aan passief inkomen vandaan voor mij. En hoewel dat dus een enorm leuk bedrag is, zitten er ook grote schommelingen in. Want afgelopen maand was dat nog maar 1480 euro. Die maand daarvoor was het juist weer een stuk hoger. Dus het is een zeer leuke extra vorm van inkomen, maar zeker niet zo betrouwbaar als bijvoorbeeld je salaris. Waar ik me dus vooral op wilde richten was de bruto winst. En Zoals gezegd, een voorspelling van 98% bruto winstmarge, die ik eigenlijk ga maken, of al een beetje heb gemaakt de afgelopen maanden op sommige momenten. Dit is eigenlijk een beetje ge gebaseerd op gemiddeldes. En dan ga ik dus uit van een inkomen, een passief inkomen van 7500 euro in de maand. Dat is dan weer gebaseerd op de gemiddeldes van de afgelopen maanden. De vorige maand niet zozeer, maar wel van afgelopen maand. Of de twee maanden geleden inmiddels, toen ik wel dat bedrag haalde. En het lijkt dus ook wel dat ik dit. Wel vol kan houden, misschien of misschien zelfs nog wel een beetje kan groeien. Er zitten, zoals gezegd, dus elke maand al wat schommelingen in, en daarom werk ik met gemiddeldes. Gemiddeldes die ik afgelopen weken, maanden, alles een keer heb aangetikt, dus best wel realistisch zijn, denk ik en hoop ik natuurlijk ook, dat ik ze in de toekomst nog steeds deze gemiddeldes kan halen. Maar een bruto winst gaat niet alleen uit van inkomsten of omzet, het gaat ook uit van kosten, en juist kosten zijn laag. Heel erg laag met een YouTube kanaal en een website, want waar mijn kosten tegenwoordig in zitten is zeg maar ongeveer 50 euro in de maand aan een boekhoudpakket en een boekhouder die het regelmatig controleert. Want zoveel dingen, verschillende vormen inkomen zijn er niet. Het zijn enkele transacties in de maand, maar wel grotere bedragen. Maar ik heb ook nog een verzekering lopen, een aansprakelijkheidsverzekering uit het verleden, toen ik nog een winkel had. Ik heb het nog steeds lopen, ik moet het misschien een beetje aanpassen. Deze kost ook ongeveer 50 euro. Maar het is altijd fijn om in ieder geval verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid. Ja, je kunt in ieder geval altijd maar. Een van die punten waar je in ieder geval verzekerd wil zijn, lijkt mij. Een volgende kostenpost is, zoals gezegd, de website. YouTube is op zich gratis waar al mijn video's staan, maar ik heb er ook nog een website, een blog naast. Met verschillende teksten, verschillende pagina's met informatie. Nou, laten we zeggen, ik heb een beetje een leuk pakket gekozen dat wel een beetje snel is, zeg maar. Uh, kost ongeveer 10 euro in de maand. En dan hebben we nog enkele andere kosten, zoals bankkosten. Apps die ik gebruik om video's voor te bereiden en dat soort kleine dingen. Laten we zeggen dat dat nog ongeveer 40 euro in de maand is. En dan kom je uit op ongeveer 150 euro aan vaste lasten, vaste kosten elke maand. En als je die 150 euro aan kosten dus tegenover die 75, 100 euro aan inkomsten zet, zit je op 2%. 2% kosten en dat komt omgedraaid weer neer op die 98% bruto marge. En zo zie je dat ik juist die kosten laag weet te houden terwijl ik er eigenlijk. Geen geld in investeren of kosten maken, maar juist veel tijd investeren. Elke video zal me ongeveer 5 tot 10 uur kosten. Nou, Ik maak er 2 in de week, dus 10 tot 20 uur in de week ben ik bezig met mijn YouTube kanaal. Ik ga dan vooral zitten in een video voorbereiden, een video opnemen net zoals nu. Na de hand moet ik hem nog monteren. Als ik hem dan gepubliceerd heb wil ik misschien nog een blogpost maken. Als jullie weer vragen hebben of reacties plaatsen wil ik die graag beantwoorden of weer meenemen naar een volgende video. Dus al met al ben je best wel veel tijd mee kwijt. Alleen die tijd, daar zit niet per se een geldbedrag aan gekoppeld. Het is tijd die ik toch al thuis zou zijn. Dan wil ik hem liever nuttig besteden en dat doe ik in de vorm van, van een YouTube kanaal. In plaats van, weet ik wat, hele avond voor de tv hangen. Ook dat doe ik wel. Maar dat beperk ik tot anderhalf tot twee uur. Ik doe liever productieve dingen, dingen die goed zijn voor mijn toekomst. Dus het meeste wat ik investeer is niet zozeer geld in de vorm van kosten, maar dus tijd. En dat was in het verleden wel iets anders, mijn bruto winst in het verleden. Zoals gezegd, een jaar geleden heb ik mijn winkel gesloten. En al die jaren daarvoor heb ik hem dus wel gehad. En ik had in die tijd gewoon een mooie omzet. Maar tegenover die omzet stonden ook veel kosten, veel vaste lasten. Nou is uiteindelijk de reden geweest dat ik gestopt ben met die winkel: dat ik meer vrije tijd wilde, dat ik elk weekend vrij wilde. Om bijvoorbeeld aan dit soort dingen te werken, aan mijn toekomst te werken. Maar een andere reden was juist die vaste lasten. Maakt niet uit of je winkel nou open was of niet. Je had altijd te maken met vaste lasten, kosten. En juist dat wilde ik zo laag mogelijk houden, omdat je dan eigenlijk minder verplichtingen hebt. Je hebt meer vrijheid. Puur op die manier eigenlijk al. En ik wist natuurlijk toen ook al dat je online prima een inkomen kon verdienen. Ja, niet zoals ik nu verdien. Want dat gaat gewoon boven verwachting goed. Eigenlijk ben ik pas sinds een paar maanden geleden begonnen met geld verdienen. Met YouTube in het begin. En affiliate marketing kwam vrij snel daarna. Ja, dat gaat gewoon ver boven mijn verwachtingen. Ik was eigenlijk blij als ik dit soort bedragen... Ik wist al dat ik ze ooit misschien zou kunnen halen. Maar dat het nog jaren zou duren. Nou, na een enkele maanden had ik dit soort bedragen al en... Ja, het motiveert alleen maar om meer tijd eigenlijk hierin te steken. Meer informatie te delen met jullie. Meer mensen te inspireren. Ik hoop dat het ook met deze video natuurlijk lukt. Maar het ging niet zozeer om die inkomsten. Want dat was gewoon leuk bijverdiensten. Het was iets wat ik leuk vind om te doen. Maar juist om kosten laag te houden. Zou je eventuele inkomsten al vrij snel dus grote marges kunnen halen. Nou, dat was in de tijd toen ik een winkel had dus wel anders. Zoals gezegd de omzet was best prima. Iets meer dan 180.000 euro per jaar. Wat neerkomt op zo'n gemiddeld 15.000 euro in de maand. Nou was december weer zo'n maand dat dat weer verdubbelde. Dat was natuurlijk de feestdagen. Je wordt ontiegelijk veel tijd kwijt. Met voorbereidingen, met die dagen zelf. En ook met het opruimen van oliebollen. Nou, dat is heel leuk die ene dag. Maar je bent vervolgens vier dagen bezig met alles opruimen. Dus ja, dat zijn wel leuke dagen van omzet. Maar er gaat ook veel meer tijd in zitten. Maar tegenover die omzet stonden dus ook kosten, zoals gezegd. Nou, die lagen op rond de 12.000 euro in de maand. Groot gedeelte daarvan kwam natuurlijk weer uit. Uh, uit de huurkosten die je had van het winkelpand, personeel, auto die je nodig hebt, inventaris en afschrijving die erbij horen. En nog veel meer andere kosten. En uiteindelijk zag je dan dat ik toen 20 tot 25% Bruto marge had. Zeker niet verkeerd, want dan heb je alsnog een Bruto jaarsalaris van. 45.000 euro of iets meer. Maar ja, je kost ook gewoon heel veel tijd. Dus als je terug gaat rekenen naar uurloon, valt het allemaal wel weer mee. En zo zie je dat ik best wel wat stap heb gemaakt de laatste jaren. Eigenlijk de weg naar deze 98% bruto marge. Dus die ik op dit moment zou kunnen halen. Of ongeveer al een beetje gehaald heb. Want inmiddels is alweer meer dan twee jaar geleden dat ik dit YouTube kanaal ben begonnen. En eigenlijk van tevoren was ik er ook al een lange tijd mee bezig. Over nadenken, nooit die gedachten uiteindelijk op papier gezet of iets stap ondernomen. Ik bleef altijd bij het denken. Uiteindelijk is er toch een moment gekomen dat ik dacht: van nu ga ik gewoon beginnen. En uiteindelijk is het dus gegroeid tot wat het nu al is. Eigenlijk pas sinds halverwege 2018 maak ik video's, regelmatig video's. Van tevoren waren het af en toe een keer een video. Maar sinds dat moment wat regelmatiger, omdat ik toen al mijn huurcontract had opgezegd van de winkel. Ik wist dus dat mijn toekomst ging veranderen. En ik moest dus al wat tijd investeren in deze toekomst. Ja, want het had gewoon tijd nodig, dat wist ik ook wel. Nou, sinds iets meer dan een jaar heb ik dus eigenlijk, tot mijn winkel gesloten is, veel meer regelmaat in mijn video's, in mijn uploadschema. Twee video's in de week bereid ik voor, publiceer ik op deze manier. Video's die gaan over altijd dezelfde drie onderwerpen. Ten eerste persoonlijke financiën, investeren en beleggen of dus passief inkomen. Dingen die ik interessant vind, die ik zelf uit het zoeken ben, die informatie die ik dan weer graag deel. Of dingen die ik dan weer zelf ervaar met beleggingen die ik doe. Passief inkomen dat ik verdien, hoe ik het verdien, hoeveel ik heb verdiend, ja, al die informatie blijf ik dus ook delen. En daardoor is eigenlijk het kanaal dus steeds verder bezig kunnen groeien. En vooral natuurlijk die laatste maanden zie je enorme groei, want nog geen vijf, zes maanden geleden begon ik met de eerste inkomsten van 20 euro. En vervolgens heb ik maanden gehad van meer dan 7000 euro aan passief inkomen. Dus de groei was wel in een keer heel erg snel. En waar veel mensen zich dan op richten zijn die bedragen die je per maand verdient. Maar wat ze dan wel vaak niet zien is dat je het al een proces is wat meer dan twee jaar aan de gang is, een enorme Voorbereiding met heel veel tijd geïnvesteerd en dat het nu zich eigen eigenlijk nu pas uitbetaalt. En dat is eigenlijk ook het grote verschil. Want waar het tot nu toe, tot en met juni van dit jaar alleen maar tijd en geld kosten, levert het de laatste maanden dus geld op. Want in het begin heb ik natuurlijk heel veel geld geïnvesteerd, vooral in een camera, in apparatuur, om software om het te bewerken, noem het allemaal maar op, om eigenlijk een mooie studio te maken om video's. Te beginnen met maken dat ze in ieder geval goed eruit zien, maar daarnaast ook heel veel tijd geïnvesteerd, natuurlijk. Want nu kost het zeg maar 5 tot 10 uur per video, maar dat was in het begin zeker nog misschien nog wel meer. Want hoe vaker je het doet, hoe meer ideeën je hebt en hoe soepeler het vaak ook gaat. Dus, nou laten we zeggen dat het in het begin nog veel meer tijd heeft gekost om dit op te zetten. Maar gelukkig waren de meeste kosten die ik maakte eenmalige kosten, wel wat grotere kosten. Enkele paar honderden euro's per keer in een microfoon en een camera, noem het allemaal maar op. En dat juist de maandelijkse terugkerende kosten juist heel laag zijn, dus eigenlijk met 150 euro. Zeker tegenover die inkomsten die ik inmiddels dus heb. En het mooie hieraan is natuurlijk ook eigenlijk dat je nu op het punt bent dat de omzet niet langer echt gerelateerd is aan de aan de uren en de tijd die je investeert. Want toen ik in het verleden dus een winkel had, deed ik drie weken per jaar de winkel dicht vanwege vakantie, wintersportvakantie en twee weken zomervakantie of drie weken zomervakantie zelfs ooit wel. Nou, dat betekent dus dat je winkel gesloten is, dat er geen inkomsten zijn, maar de kosten die gaan gewoon allemaal door. Het zijn gewoon allemaal vaste lasten. En juist dat is nu dus niet meer. Het is juist andersom eigenlijk, want video's die ik aan het begin van het jaar heb gemaakt, leveren nu nog gewoon geld op, of juist nu nog geld op. Die video kost me geen extra tijd. Want ik heb hem al gemaakt in januari, februari van dit jaar. Gewoon bijna een jaar geleden heb ik er tijd aan besteed. En nu levert het geld op. Niet op het moment dat ik die video plaatste, want toen was ik nog geen YouTube-partner. Toen deed ik het gewoon omdat ik informatie graag met mensen wilde delen. Mensen wilde inspireren, motiveren om dingen, stappen te ondernemen om te beginnen met beleggen. Juist sinds juni ben ik dus goedgekeurd. Komt er wat reclame bij deze video's? En leveren de video's, dus zoals gezegd, die ik aan het begin van het jaar heb gemaakt, nu gewoon geld op? Terwijl het geen extra tijd kost met deze video's. Ze staan er al, ik hoef er niks meer aan te doen. Ik lever nu dus juist geld op. Maar zoals gezegd, is juist YouTube niet de grootste inkomstenbron. Dat is affiliate marketing. En dat is iets meer dan een linkje onder deze video plaatsen of op een website plaatsen. Het is dus iets waar ik eigenlijk al jaren met een bepaald doel voor ogen heb: dat ik mensen wil informeren, inspireren, stappen wil laten nemen om te werken aan hun toekomst. Ook eigenlijk wil laten zien dat het mogelijk is. Want ook ik ben niet heel bijzonder daarin. Ik heb alleen wel die stappen genomen. Maar ik denk ook dat een belangrijk deel van die affiliate-inkomsten eigenlijk afhangt van de band die je met in dit geval abonnees krijgt. Want mensen abonneren je op je kanaal wanneer ze het goede video's vinden, wanneer ze meer willen zien. Ze leren er wat van. En op het moment dat je dan ik een product gebruik en misschien wel aanraadt in een video. Willen ze misschien dit product ook wel gaan gebruiken en dan gaan ze dus gebruik maken van een link. Dit gunnen ze je vaak vooral ook. Het kost hun niks extra wanneer ze op die manier zijn eigen aanmelden, maar het is eigenlijk wel een soort terugbetaling voor alle tijd die ik in dit kanaal heb gestoken in die video's. Tenminste, zo zie ik het voor me. Zo probeer ik het ook altijd zo transparant en eerlijk mogelijk dat je gewoon een eerlijke, goede band krijgt voor de lange termijn. En zo zie je maar. In het begin hoeft het geen geld op te leveren. Op de lange termijn word je op een of andere manier dan toch wel beloond voor de tijd en de de moeite eigenlijk die je in het kanaal steekt en dat je beloond wordt ja dat zie je wel terug als we uitgaan dadelijk van gemiddeld is van 7500 euro in de maand en het mooie daarvan is waar het voorheen 50 uur in de maand kostte om elke week twee video's te maken leverde het me toen niks op en nu maak ik nog steeds 50 uur in de maand bijvoorbeeld of misschien nog wel iets meer en levert het dus teruggerekend misschien wel 150 euro per uur op dezelfde tijd dezelfde moeite maar puur met een ja, lange termijn een toekomst in gedachten en hoewel de inkomsten dus leuk zijn, is het vooral belangrijk om juist die kosten laag te houden, want daardoor krijg je juist zo'n hoge bruto marge. Van 98% bruto marge gaan we dus vanuit. En dat is eigenlijk totdat de belastingdienst er weet van krijgt, want dan... Mag je, denk ik, 50% bijna in gaan leveren. Maar laten we vooral richten op die 98% voorbelasting. En daarmee wil ik deze video dan ook afsluiten. Ik hoop dat je het leuk en interessant hebt gevonden. Dat het misschien wel motiveert om zelf ook stappen te gaan ondernemen. Om misschien ook wel dit soort bruto marges voor jezelf te kunnen genereren. En of het nou een YouTube-kanaal is, een blog of iets anders. Durf gewoon die tijd te investeren. Tijd die je misschien op dit moment wel hebt. Zodat je iets op kunt bouwen voor de toekomst. En wie weet, verdien jij dan over. Enkele jaren ook wel een heel erg leuk passief inkomen. Nou, in ieder geval, een mooi doel lijkt me om aan te werken. En daarmee sluiten we dan deze video ook echt af. Vond je nou een leuke en interessante video? Geef even een duimpje omhoog, zoals gezegd. Het helpt mij. Ik kan zien dat mensen het waarderen. En het is goed voor YouTube, het algoritme. Alle besproken links, informatie, brokers, noem het allemaal maar op, vind je zoals gezegd onder deze video terug. En wil je nou meer van dit soort video's zien? Zoals gezegd over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen? Klik hieronder op abonneren, klik op het bel-icoontje. Dan krijg je weer een melding als ik een nieuwe video online plaats. Zoals gezegd, twee video's in de week over dit soort onderwerpen. En dan hoop ik je graag in de volgende video weer te zien.